Vorig jaar, helemaal bij de start van deze regering, kwam Europa ons nog zwaar op de vingers tikken dat we, zoals dat dan in het jargon van de commissie heet, at risk of being non-compliant waren. Chinees. Dat wil zeggen dat de commissie ons met 3 opgestoken vingers kwam zeggen: let op, jullie staan op het punt om terug op het strafbankje van Europa te komen. Een jaar later zegt Europa ons: you're broadly compliant. Jullie zitten, je moet opletten, maar je zit eigenlijk terug goed op koers. Het belangrijkste punt is eigenlijk dat we de loonlasten heel sterk naar beneden brengen, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Daardoor wordt jobcreatie terug op grotere schaal mogelijk. Daardoor zullen de mensen ook meer netto-loon hebben. En daardoor zal finaal het economisch weefsel van de Vlaamse economie terug een heel stuk steviger worden. Niet voor kortstondige perioden, maar op langere termijn. Dat is een pact. Elke ingreep van de taxchef. Wat mij vooral opvalt, is dat onze competitiviteit ten opzichte van andere landen sterk verbetert. En dat onze netto koopkracht voor werknemers toch wel sterk verhoogt. Ik vind het wel heel sympathiek dat hij dat op deze manier doet, met een heldere presentatie, met heldere uitleg en met sprekende voorbeelden. Het toont ook zijn betrokkenheid tot de mensen op de werkvloer. Wij komen luisteren, wij weten natuurlijk een aantal dingen vanuit de media. Maar het is ook heel moeilijk om te weten wat is nu exact en wat is nu precies. Want uiteindelijk media is ook beïnvloedbaar door heel veel andere partijen en uitspraken van die partijen. Dus voor ons is het nu op zo'n manier is wel duidelijk, ja. Het toont toch aan dat N-VA nog altijd een partij is die sterk naar de basis toch altijd terugkoppelt. En dat vind ik wel belangrijk.